een beetje schuin. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk staan. Of niet? Wel of niet? Zo, schuin of niet? Wat vinden jullie? Ik weet het niet. Nou ja, oké. Ik ben nu helemaal opgemaakt. Ik heb mijn koffer ingepakt. Alwel, niet alles past erin. Dus we denken dat we een extra koffer gaan kopen. Omdat we hebben wat dingen geshopt en we mogen alleen handbagage meenemen. Maar mijn koffer zit helemaal vol. Dus ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. Dan gaan we straks even kijken. Misschien dat we bij Boel of zo gewoon om een doos gaan vragen. Want waarschijnlijk kunnen we vandaag nergens meer een koffer kopen. Nou ja, ik ga nu even naar beneden. Ik heb zo'n droge keel. Ik heb zo'n dorst. Ik neem jullie vandaag gewoon weer mee. Of heb ik dat al gezegd? Nou ja, oké. Je snapt het wel. Dit is zo leuk, hè. Dus hier is mijn deur. En naast de deur hangt zo'n zakje. Dit zakje is eigenlijk, zeg maar, je ontbijt on the go. Kijk. Oh, even goed openmaken. Kijk. Hier. Wat zit er allemaal in? Gewoon een ontbijtje. Glaasjes, drinken. Fruit. Ontbijtreep. Bekertjes. Drankjes. Maar nou ja. Oh. En wat fruit. Maar we gaan beneden ontbijten. Dus nou ja, eigenlijk gebruiken we het niet. Maar het is wel heel leuk verzonnen, toch? We zitten nu zeg maar aan het ontbijt met z'n allen. En dan gaan we zo weg. Ik heb mijn brood nu wel op en de rest ook, dus we gaan zo uitchecken. Dus ik denk dat het en dan gaan we weg. Oude lift. Maar we durven er allemaal niet in, dus we gaan met de trap. Ik vind deze tafel echt wel leuk, maar hoe raar eigenlijk. Hier filmen ze dan zeg maar, maken ze foto's van alle producten. Ja, dit is een foto. Dit is dus alles backstage van de webshop. Hier word je toch gewoon super super jaloers op. Oh, ik wil ze ook. Bij sommige items op de website zie je een filmpje en ook modellen op de catwalk en dat is dan deze catwalk. We gaan allemaal ook op de catwalk lopen en nou ja. Ook allemaal mochten van schoenen wisselen. So we're always obviously trying to think of new ideas and bring freshness to the website. So hey, we zijn nu in het restaurant. Ja, was het heel mooi restaurant. We gaan het lunchen. En ik neem waarschijnlijk pasta. Het is super lekker. En we zitten hier met z'n allen.
gaan. Oh wacht, er komt nog meer. Ah, nooit, dat is nog wel hier. Oh. Oh, amazing. Yeah, so yeah. Yeah. Good choices. Thank you. Fantastic. Kijk, ze verzorgt gewoon je peper. Echt super luxe. We zijn nu bij het vliegveld en we stappen zo in. En het is nu al rond 6 uur 's avonds. En daarachter gaat een vliegtuig al ergens. Kijk of je hem ziet. Daar zo. We nu totdat we naar binnen kunnen en dan gaan we weer terug naar Nederland. Hey, ik ben nu op Schiphol en we gaan nu alweer naar huis toe. En ik heb al afscheid genomen van iedereen. En iedereen gaat gewoon nu met de trein naar huis toe. En ja, het was echt super gezellig en heel erg leuk. En ja, het is wel leuk om dan zo je eerste persreisje te hebben en dan naar Engeland te gaan. En allemaal leuke dingen te doen. En met andere mensen mee te gaan. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En wat? Oh, wacht, ik liep de verkeerde kant op. En ja, dan gaan we naar huis toe. En ik ben heel erg, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad dus. En ik maak me wel een beetje moe, dus ik ga even uitrusten. Hey, ik ben weer thuis en het is al best wel laat, maar ik wil nog even tegen jullie praten. Ik ga even zeggen dat ik het super leuk vond. Iedereen was super aardig. Ik moet wel goed toegeven dat ik nu heel erg moe ben. Ik denk dat je ook wel ziet dat ik heel cracky ben en er een beetje moe uitzie. En is jullie trouwens opgevallen dat allemaal dezelfde trui aan hebben? Ik zal het even laten zien in het beeldscherm nu, op een foto. Nou, het zijn echt hele foute truien van Boohoo. Maar ze zijn zo leuk en sommige mensen maakten er echt opmerkingen over. Dat ze allemaal zelf de trui aan hadden. Maar nou ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Als je nog vragen hebt of nog iets wilt zeggen, dan kun je achterlaten in de comments. Vergeet niet te abonneren, het is gratis. Een duimpje omhoog te doen. En bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!